achterstallig onderhoud, nieuwbouw die er maar niet komt en leerlingen die veel te lang in noodlokalen zitten. Het huisvestingsbeleid voor scholen rammelt aan alle kanten, zegt de Rekenkamer. Er moet dus snel iets gebeuren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Stadhuis. Er zijn talloze plannen voor nieuwe schoolgebouwen in de stad, maar er komt maar weinig van terecht. Het college belooft nieuwbouw of een opknapbeurt, maar die komt er vaak niet. En daardoor zitten leerlingen jarenlang in oude noodlokalen. Tenminste, dat is de kritiek van de Rekenkamer. En daar zijn de basisscholen het mee eens. Ik ben hier bij de Troubadour in Gestel, een school waar al 6 jaar plannen zijn voor nieuwbouw, maar die is er nog steeds niet. Ik heb een afspraak met Frans Duinstee van het SKPO, een organisatie die 38 scholen onder hoede heeft. Hebben jullie er nou veel last van dat er veel ambities zijn, maar uiteindelijk weinig wordt gebouwd? Ja, natuurlijk hebben wij als schoolbestuur ook ambitie. We willen graag speelcentra verwezenlijken. We willen mooie functionele schoolgebouwen. En op het moment dat er de klad komt in de uitvoering daarvan, hebben wij daar natuurlijk last van, ja. Ik denk dat jullie er ook wel echt in onzekerheid zitten. Onzekerheid, maar bijvoorbeeld de school waar we nu staan is een school uit de jaren 60. Die is niet meer ingericht op het onderwijs van nu, anno nu, met kleine groepjes, met individuele begeleiding. Hier moet alles in een gebouw gebeuren waar alleen maar gangen en klassen zijn. Het onderhoud, loopt dat nou ook echt moeizaam? Alleen de scholen die op de nominatie staan vervangen te worden, daar gebeurt weinig aan onderhoud. Want het heeft weinig zin natuurlijk om veel geld te steken in een school waarvan je weet dat het over 5 jaar plat gaat. Maar niet alleen de basisscholen klagen, ook de VMBO's zijn ontevreden over het huisvestingsbeleid. Al jaren wachten de VMBO's op nieuwbouw, al lijkt het erop dat er nu wordt doorgepakt. Het college noemt de nieuwbouw van de VMBO's nu een van haar prioriteiten, omdat de regio schreeuwt om goede vakmensen. Ik ga nu langs bij directeur Meijne Stoker van het Stedelijk College om te vragen wat hij ervan vindt. Heeft het niet veel te lang geduurd voordat er groen licht was voor die VMBO's? Nou, als je weet dat we eigenlijk vanaf 2002 bezig zijn geweest, dat er in 2006 een besluit is genomen, en dat het nu 2011 is, dan denk ik dat ik niet hoef te zeggen dat het eigenlijk wel heel erg lang geduurd heeft. Zeker als je daar nog bij bedenkt dat de oplevering, als alles gaat zoals we verwachten, eind 2013, begin 2014 zal zijn. Ja. Dus dan zijn we 12 jaar verder. Hoe kan het toch dat het zo lang duurt? Nou, ik denk dat de politieke besluitvorming en het telkens wisselen van coalitie wel van invloed zijn geweest op dit proces. Herkent u zich in de kritiek van de Rekenkamer? De conclusies die de Rekenkamer trekt zijn ook conclusies die het voortgezet onderwijs in ieder geval ook wel deelt. En waarbij we vooral zeggen van jongens, nu vooruit. Volgens de schoolbestuur en de Rekenkamer moet er snel iets veranderen. Het college moet spijkers met koppen gaan slaan, vinden ze. De vraag is of de gemeenteraad dat ook vindt. Ook de politieke partijen vinden het vreemd dat geld dat klaar lag voor de scholen niet is uitgegeven. Teleurstelling overheerst bij de fracties. Dat geld had je ergens voor bedoeld. En de bedoeling was om daar iets mee te realiseren. En dat hebben we dus niet gedaan. En voor al die kinderen die 5, 6, 7 jaar in een noodgebouw moeten zitten in een school, is dat achteraf, zeg ik van ja, dat was misschien niet nodig geweest als wij dat beter hadden geregeld hoe we dat uit hadden gegeven, waar we het uit hadden gegeven. Als het gaat om verouderde gebouwen, dat die gebouwen ook echt slecht zijn. Dus niet een beetje slecht, maar echt slecht. Dat er gebouwen zijn waar gewoon nog op stookolie gestookt wordt. Nou, dat willen wij natuurlijk niet met z'n allen. Wij willen wel gewoon gezonde scholen voor onze kinderen. Dus het ongeïnteresseerdheid van de ambtenaren is de bureaucratie die er allemaal een rol in speelt. Nou, die vind je allemaal terug in de conclusie van aanbevelingen. En het heeft toch daarmee te maken. Er is een puinhoop van gemaakt, dat is wel duidelijk. Toch willen de partijen het college van BMW niet meteen op de vingers tikken. Achteraf, en dat heb ik net ook gezegd, achteraf is het heel makkelijk om een schuldige aan te wijzen. Je kunt gewoon naar iemand wijzen van ja, dat had jij beter moeten doen. Ja, dat is misschien wel zo, maar daarmee zijn wij nu niet geholpen. Neemt u het bestuur kwalijk? Ja en nee. Deels is het gebeurd voor dit college, maar de helft van dit college zat ook in het vorige college. Dus het antwoord moet ja zijn. We hebben te maken gehad in de afgelopen jaren met zeer veel verschillende besturen. Waardoor je niet kan zeggen, ik neem het bestuur kwalijk. Het college steekt de hand wel in eigen boezem. Wethouder Schreurs geeft toe dat er fouten zijn gemaakt en dat er iets moet gebeuren. Wat het college betreft is dit het gelukkigste moment
om deze discussie met elkaar te voeren. We hebben allemaal in de gaten dat het anders moet. En we weten dat het anders kan. En dankzij het onderzoek ligt het nu ook op tafel dat het echt heel snel moet. Ja, nou, ik denk dat de belangrijkste reden dat het misgegaan is, is dat er juist geen plan voor huisvesting over de hele stad lag. En het andere is, wat je ziet, is dat scholen ook vaak gerealiseerd werden op nieuwe plekken. En dan creëer je heel veel moeilijkheden, want dan moeten er infrastructurele maatregelen genomen worden. Er moet met groen wat gedaan worden. Er moeten bestemmingsplannen moeten gewijzigd worden. En dat geeft allemaal vertraging. En bovendien is er geen geld voor die extra dingen. Het onderhoud aan schoolgebouwen moet dus op een andere manier georganiseerd worden. En sommige partijen willen het zelfs drastisch veranderen. Nu gaat de gemeente nog over nieuwbouw. Maar er gaan ook stemmen op om die verantwoordelijkheid bij de scholen neer te leggen. Op zich zou het een item kunnen zijn, maar daarvoor moet je wel eens boven tafel gekregen hebben wat er is bij scholen. Wat zijn de consequenties, want de ene school heeft niets of nauwelijks iets, terwijl de andere hele grote bezittingen heeft. En die zouden dus heel erg hard op vooruit kunnen gaan en dan krijg je enorme verschillen tussen scholen. Dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Een onderwerp die mogelijk soelaas kan bieden, omdat scholen dan veel makkelijker zelf aan de slag kunnen. Maar ja, daar willen wij nog eerst eventjes over hebben. Uiteindelijk blijft de gemeente toch verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Maar als scholen met bepaalde budgetten wel kunnen realiseren wat ze graag zouden willen, dan zie ik daar wel wat in. Dat zien wij niet zo zitten. Dat ze meespreken vind ik perfect. Hè. Dat hoort ik zo, want uiteindelijk moet er heel in zitten. Maar je kunt als ambtelijke organisatie, als gemeente Eindhoven, moet je meer expertise in huis hebben als elke school apart. Ik denk dat als je het hebt over onderhoud en vervangende nieuwbouw, dat scholen goed in staat zijn om dat natuurlijk altijd in samenspraak met de gemeente dat zelf goed vorm te geven. Maar dan moet je wel voor het totaal van de stad verantwoordelijkheid nemen. En de besturen waren dat niet bereid met elkaar te doen. Dat komt omdat ze eigenlijk ook concurrenten van elkaar zijn. Dus wij moeten die regierol hebben, of we nou willen of niet. Dus daar houdt u ook aan vast? Ja. Een speciale werkgroep gaat nu in kaart brengen waar de nood voor de nieuwbouw het hoogst is. Ook moet er beter zicht komen op de financiën. In maart moet de werkgroep klaar zijn. Wethouder Schreurs gaat dan met de conclusies aan de slag en komt eind volgend jaar met een huisvestingsplan voor het onderwijs. Niet alleen in het stadhuis wordt politiek bedreven, ook daarbuiten. Bijvoorbeeld door Dree Rennenberg van het Oudere Appel. Hij is behalve raadslid ook voorzitter van het steunpunt Materiële Hulpvragen. Dat is iemand die al heel lang toch bij ons bekend is, maar die vraagt nu omdat ze al meer dan een half jaar geen koelkast heeft en bijzonder bijstand die is voor afgewezen, want dat is ze geweest. En de vraag is nu of wij daar een koelkast aan zouden willen leveren, gezien haar feit dat ze dus in principe dat niet zou kunnen betalen om de vaste last zo hoog. Het armoedebeleid in Eindhoven voldoet volgens hem niet. En dat ziet hij aan het aantal mensen dat om hulp vraagt. En dat groeiend aantal mensen is voor hem reden om steeds weer opnieuw aan de bel te trekken bij de politiek. Ik vind dat de politiek niet genoeg doet aan armoedebeleid. En dat blijkt ook wel dat er heel veel mensen beroep moeten doen op de voedselbanken, op het steunpunt Materiële Hulpvragen, op de Leger des Heils, op de Caritas in het algemeen. Nou, er zijn duizenden en duizenden mensen die daar een beroep op moeten doen. Dus dan doet de politiek het nog niet goed. Ik vind de taak van de overheid om mensen die niet zelfredzaam zijn te helpen. En als de overheid daarin faalt, dan krijg je ook een samenleving die helemaal uit elkaar groeit. Dree is een gedreven man. Zeker als het gaat om het steunpunt. Hij weet van geen ophouden. En dat heeft voor een deel te maken met zijn jeugd. Het beweegt me eigenlijk zeg maar, de ervaring die ik van vroeger zelf uit heb. Wat ik zelf als kind heb meegemaakt bij een gezin dat hartstikke close was, maar waar het toch niet al te breed was. Dan kom je in de samenleving, groei je op, heb je zelf ook goed. En dan wil je graag hebben dat andere mensen ook zo goed hebben als jij. Daar wil ik graag aan werken. En dat beweegt mij ook in de politiek om steeds maar aan de bel te trekken, dat er te veel mensen uit te zijn die het niet al te best hebben. Er is grote sociale ongelijkheid in Eindhoven, zegt Dree Rennenberg. En zolang dat niet is opgelost, gaat hij door. Nou, ik heb al gezegd, tot einde zal ik proberen te verkondigen wat ik nu verkondig. In de raad zeggen we wel eens ooit, ja, daar hebben die Rennenberg weer, meneer Rennenberg, ja, wanneer houdt hij eens op? Dan zegt ze, je zal voor mij nog veel last hebben. Tot het einde van de dagen zal ik blijven verkondigen wat ik nu verkondig. Of het moet verbeteren, dan kan ik er makkelijk uitstappen, maar het verbetert het gewoon niet. Dus ik blijf zo lang mogelijk doorgaan. En tot ik een goede opvolger heb gevonden die in dezelfde lijn als ik heb gewerkt, mijn werk wil voorzetten.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Studio Stadhuis. In het 040 Nieuws, op de radio en op onze site blijven de ontwikkelingen in Eindhovense politiek voor je volgen. En over 2 weken zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering van Studio Stadhuis. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot dan.